Sneek bij een nieuwe aflevering van Kooiwijzer Live. In elke aflevering gaan we een andere variëteit bespreken. En vandaag is het de beurt aan... De Kromo, Gromo, Aigromo, Budogromo... Welke variëteit gaan we doen vandaag? Kromo, met een K. Weet je zeker? De Japanse benaming is met een K. Een ja. K, Kromo. Ja. Ja. Oké, okay, mooi. En eigenlijk, als je over Kromo hebt... Is dat niet goed? Dat is eigenlijk een soort ongedefinieerd iets nog, want er moet altijd of ei of Budo voor. Dus een Gromo kopen kan eigenlijk niet. Je koopt altijd of een ei-Gromo of een Budo-Gromo. Oké. Waarbij ei staat voor licht en Budo voor donker. En daar komen we zo nog op als we de vis gaan zien. Maar en wat is een ei-Gromo of een Budo-Gromo? Nou, een Gromo is eigenlijk een kwaku, maar heeft die op zijn rode patroon onderliggend zwart. Of zwart wat wat meer doorkomt. En doordat je zwart met rood mengt, krijg je een soort paarse gloed. Paarse, ja. Het is als het ware dat er alleen op het rode patroon een net patroon ligt. Ja, als maar dat is eigenlijk een beetje sumi-achtig. Ja. Ja, ik weet niet helemaal of je dat zo mag zeggen. Ja. Maar ja, dat is wat er onder, wat er opkomt door die rode schip heen, waardoor het een beetje paarsig lijkt. Oké. Ja. En... Wat kenmerkt volgens mij betekent Kromo namelijk kers. Ja. Waardoor je de paarse... Oké. Volgens mij is dat... Zo donkerrood paarsig. Ja. Ja. En wat kenmerkt deze variëteit? Nou ja, dus in principe rood-wit patroon. Ja. Met alleen het donkere op de rode plekken. Ja. En in principe niet erbuiten of een klein beetje. Maar in principe moeten de vlekken een donker slash zwart net patroon krijgen. Zoals misschien Asagi of... Een beetje dat kun je een beetje mee vergelijken. En wanneer is het goed? Wanneer is Aigromo, Budogromo goed? Los van bouw natuurlijk. Ja, even los van de bouw. Dat is eigenlijk voor alle vissen. Ja. Huidkwaliteit is het wit natuurlijk belangrijk. Dat het mooi wit is. Maar eigenlijk dat geldt voor alle variëteiten. Ja, dus dat laten we even los. Het belangrijkste en moeilijkste bij een Gromo is dat het net patroon en de kleuren weer over de hele vis gelijk zijn. Dus niet de voorste vlek heel donker, dan weer licht of vlekkerig. En dat maakt het een hele moeilijke variëteit. Oké, maar hoe in hemelsnaam krijgen ze een netpatroon in het rode patroon? Goeie vraag. En niet over de rest van die vis? Hele goede vraag. En heel eerlijk gezegd weet ik ook niet wat de kruising hiervan is. Ja. Ik gok dat er ergens wat Asagi in zit, maar dat zou ik echt niet weten. Dat moet ik... Maar dat is toch zo knap dat je het gewoon op die plek dan... Ja, je ziet ze daardoor ook niet heel erg veel. Ja. Hè, kwekers die ze kweken zijn er niet heel veel. Omdat ik denk dat het heel moeilijk is om een goede te kweken. Daarbij... is het zwart of het donkere netpatroon ook weer afhankelijk van de hardheid van het water. Ook. Dus je ziet heel vaak als je in Japan een Aigromo koopt, een lichte, dat die in Nederland een Budo wordt. Ja. Zelfs, of tegen het Budo aan. En als je in Japan een Budo zou kopen, dat die in Nederland of Europa te donker wordt. Dus een heel moeilijke variëteit. Ja. Nou, goed, en je tipt nou iets aan wat gewoon typisch verschil is tussen Japans water en Nederlands water. En dat Japanners ook, of het nou een Yamabuki is, of een Goshiki, of een Gromo variëteit, dat is compleet anders daar als hier. Ja, en daar selecteren ze ook anders daar dan hier. En voor ons als dealers is het dus heel moeilijk om zo'n vis te selecteren, omdat je niet weet hoe ver het netpatroon door gaat komen. Ja. Dus... Want zodra het buiten de bemivlakken heen gaat, dan wordt het snel minder waard, lelijk. Of nou ja, het wordt minder mooi als dan die rode vlekken niet mooi egaal dat netpatroon opkomt. Dan wordt het rommelig, dan wordt het vlekkerig. Dus ja, dus voor ons als dealers, ik denk, een van de moeilijkste variëteiten. Ja, nou ja, ik vind het... Niet om aan te kopen, maar om naar de verwachting te kijken, wat gaat het doen in Europa? Maar het is sowieso een variëteit waar weinig over gesproken wordt, vind ik. Ja, ik denk moeilijk. Niet veel kwekers doen het. Ik ken er misschien drie. Ja, welke drie? Je hebt vier. Sakazume? Ja, zeker. Marusei? Marusei? De vorige keer, goed opgelet. Ja, heel goed. Waar is hij? Maar dan ook... Ogata, natuurlijk. Dat is een Budo-Gromo. Mariro. Volgens mij wel. Ja, die doet alles, dus dat zal vast. Ja, die zal vast, maar ik denk dat ik zelfs even gezien heb. Genji soms. Ja, Genji, soms. Dat hebben we net gehoord, maar dit jaar niet. Nee. Moeilijk. Sakazumi had ik. Marusaka. Dat ze ook wel. Dan ben je er al. Dan ben je al een heel eind. Of een heel eind. Ik zal vast even vergeten, maar... Nou ja, zeker. Dat is, ik denk
zelfs een van de Aoki's. Ja, Yamazan denk ik ook nog wel wat. Ja. Die van Kim, weet je toevallig waar die vandaan komt? Heeft hij mee een prijs gewonnen in Japan op de Antipen? Hele goede, nee. Sorry. Dat is dus een hele goede vis nu. Ja. Maar ik weet zeker dat ook Kim niet weet hoe die vis in Nederland zich gaat gedragen met het zwart. Dat is gewoon heel moeilijk. Dus een vis kopen daar die goed is en daar houden is prima. Ja. Maar de gok gaat hem zitten in wat het overhalen naar harde water. Ja. Ja. Maar goed, is daar de osmose wat jij hebt oplossing voor? Ja, ja, want we houden daar de water waar, dus dichter bij Japan. Ja. Dus, ja. Dat is een oplossing dus. Ja. Als, die vis hier naartoe gaat. Nou, als je die vis daar kunt betalen, dan kun je ook een osmosysteem kopen. Ja, dus is lastig. En waar koop jij je AI? Nou, eigenlijk wel degene die we net noemden. Hè. Okay. De Sakazumi, daar doen we ook mee op de International Junior Koi Show met 11 Gromo, dacht ik. Echt 11 stuks? 11 of zo, ja. Oh, je hebt ooit eens zo'n opdracht en je voor iedereen zo'n kopen. Ja, ook dat nog. Ja. Dus, maar goed, dat leverde zoveel zoekopdrachten Gromo op dat veel te veel was. Oh. Het is ook heel moeilijk om ze te vinden. Ja. Marussee, we hebben er hier een van zwemmen. Oké. Dus of Marussee of Sakazumi. Ja. Alright. Ja. Zullen we even kijken dan? Ja, lijkt me goed. Oh, mooi. Ga maar mee, want ik hoef de camera maar een stukje te draaien hier. En Gromo? Ben, ei Gromo of boede Gromo? Ei. Ja. Ja. Ja, mooi netpatroon dus, hè? Dezelfde kleur voor als achter. Dus het komt eigenlijk heel mooi egaal op. Zeker. Deze kop is dan nog rood. Dat is niet altijd. Soms komt het rood ook op de kop, soms niet. Okay. Nou, als je kijkt naar body, mooi langgerekte vis, 3 jaar oud, zal eerst nog de lengte ingaan, want het komt van Marussee. Ja. Ja, die worden groot. Dus zal eerst groeien voordat die body gaat krijgen. Hij was mooi wit, maar nu een beetje door de stress heeft hij wat rode adertjes, maar dat hoort er nou helemaal bij. Oh, dus is dit... Ja, goed, ik noem dat heel snel... bij de tancho's zie je dat vaak. Ja, dat... Begin, dan krijg je dit te zien bij de tancho. Noem ik ook een signaalvis in de vijver. Ja. Dus als die zo rondzwemt in de vijver... dan moet je maar eens even goed opletten. Ja. En er zal wel iets... Ja, want toen ik hem net in deed, was hij echt nog spierwit. Nee, inderdaad. Zie je, die heb ik er nog volgens mij in het begin nog laten zien. Ja. Oké, heel mooi. Ja, dit is wel een mooi exemplaar. En hoe lang heb je deze hier al zwemmen? Deze heb ik gekocht op de Niigata Breeder Action in november 2023. Oké. Okay. Ja. Dus een maandje of 4 hier. Ja, en ik moet zeggen dat die een klein tintje donker is geworden, maar nog niet te donker. En wij hebben hard water, dus dat is een goed teken. Ja. Dus deze zal niet helemaal doorslaan. Maar ja, dat is de gok die we genomen hebben. In dit geval komt dat goed uit. Ik heb ook wel eens vissen gehad die binnen een paar maanden zo rommelig waren, wat niet mooi is. Ja. Maar... ook hiervoor geldt weer, die vis is al wat ouder, was mooi licht en dus veel minder kans op het risico dat die doorslaat in kleur. Oké, dus qua kleur is het altijd afkijken in Nederlandse wateren met deze vissen. En zijn ze gekend, de Aigeromo, voor dat ze groot worden? Hebben ze de potentie om groot te worden? Blijven ze klein? Nou ja, deze is 63 centimeter, 3 jaar. 63? Ja. Oké, okay, op zich is dat een prima maat voor een sanzai natuurlijk. Zeker omdat natuurlijk de vis niet één kleur is. Dus hij heeft 3 kleuren goed te houden. Hè? Ja. En dat paarsachtige. Je ziet nu mooi die paarse gloed een beetje. Maar het is echt een netpatroon. Hè? Het komt ook aan het einde van de schub op. Het begin van de schub is rood. Ja. En aan het einde van de schub zit een beetje echt een Asadi-patroon. Ja. Dus het zou mij niks verbazen, maar misschien weet iemand dat die kijkt. Zet het maar onder. Wat de kruising is van Gromo. Aigeromo of Goede Gromo. Ja, precies. Oké, mooi. Nou, ze zullen nu nog even een paar tossai scheppen. Die wat lichter zijn, maar wat wel degelijk ook Aigeromo's zijn. Oké. Wat hebben we hier? We hebben hier nog steeds Gromo, Aigeromo. Tossai van Izumiya. Die waren natuurlijk net vergeten te vertellen als kweker van Gromo. Maar ook Izumiya staat er echt wel onbekend ook. De hoge kwaliteit. En hier kun je wel mooi het verschil een beetje zien. Dat bijvoorbeeld bij deze, met het grote rooi, die heeft een minder mooi netpatroon nu dan deze Maruten. Dit is veel egaler, komt die kleur op.
Ja. Wil niet zeggen dat dat zo blijft. Want het kan ook zijn dat het nu aan het ontwikkelen is. Maar op dit moment zou die Maruten mijn voorkeur hebben, omdat het daar egaler op komt. Maar goed, je ziet wel dat dat paarse een mooi contrast geeft met dat wit, waardoor dat wit echt wit lijkt. Hè? Zeker bij die is echt wit, wit. En wat zo bijzonder dan weer, ik zei het in het begin al, die Maruten is een 7 of een 8 stappen bij wijze van. En overal zie je in de Beni dat Sumi zitten. Ja, dat is een goed visje hoor. Op al die plekjes. Ongelooflijk. Ja, deze is ook goed qua patroon wat opkomt. Hè? Dat zeker. Begint langzaam te komen. Mooie grote bouw ook. Zijn deze nog te koop? Nee, allemaal verkocht. Allemaal verkocht? Allemaal via de veiling. Ja, sorry. Oh. Jammer jongens, we moeten op tijd zijn. Oh, die gaan ook op de veiling deze? Ja, wij veilen in principe alles. Hè? Welke veiling? Onlinekooiveiling.nl. Onlinekooiveiling.nl. Ja. Oké. Okay. Dus dit zijn interessante visjes om te volgen. Ja, wel heel leuk om te volgen qua ontwikkeling. Ja. Met tos zei je altijd wel. Ja. En de Maruten is in deze bak nu jouw favo? Als je het op, laten we zeggen, ja, over die, 2 jaar? Die twee. Ja? Ja, cool. Ja, waarbij als die mooi egaal wordt, is het ook wel mooi. Want die heeft het qua body wel heel goed natuurlijk. Mooi brede staart al zie je. Donkere benen. Donkere benen, ja. Ja. Ja, inderdaad, puntje op de staart. Oké, okay. Nou mooi. En ga je dit jaar weer nieuwe halen? Als ik ze kan vinden en ze zijn voldoen aan onze kwaliteitsstandaard, ja. Dan wel. Maar het is gewoon moeilijk. Het is niet de makkelijkste om te vinden. Nee. En tossaai, dat geldt ook voor andere variëteiten. Tossaai is meer risico. Dus ja, het is zeker. Gewoon moeilijk. Ja, goed. Daar zal de prijs hopelijk op zijn. Ja, zeker, zeker. Hè? De garantie bij die vis die we net hadden is natuurlijk meer aanwezig dat die goed blijft dan bij tossaai. Ja, snap ik. Maar goed, deze kweker is wel stabiel in zijn kweek. Dus... Oké. Okay. Alright, nou mooi. Ja. Sander, we hebben nog een variëteit te gaan. Ja. Welke gaat dat worden? Dat wordt Deutsche Shoah. Oeh. Ja. Deutsche Shoah's. Die zijn ook leuk. Ja. Alright guys. Nou, dankjewel. Tot de volgende. Yes.